Van harte gefeliciteerd met deze prijs. Coach van het jaar. Je moet hem helaas wel delen, maar misschien is het eigenlijk net zo mooi. Ja, en misschien nog wel mooier. Ik hoop dat het vaker gedaan gaat worden. Niet alleen bij de coaches, maar ook bij de sporters. Mag best een keer een appel en een peer een jaar winnen. Weet je, als je vanaf dat podium in de zaal kijkt, dan zitten daar echt alleen maar winners. En dat klinkt een beetje afgezaagd en doorsnee, maar zo is het wel. En we kunnen de sporten nu eenmaal niet met elkaar vergelijken. Dus ja, ik vind het heel tof dat er voor twee prijzen is gekozen. En dat ik er dan eentje krijg is ook hartstikke leuk. Hoe voelt dat om met zo'n prijs op een podium te staan? Je bent nu trainer, je bent al lang geen sporter meer, wel prijzen gewonnen toen. Nu ben je je eerste prijs als trainer. Hoe is dat? Nou, je bent heel aardig voor me, want zoveel prijzen heb ik niet gewonnen in mijn actieve carrière. Dus dank je. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en een beetje onwennig. Niet echt mijn ding. Ik zweet met lazerus door die lampen en door deze outfit. Die gaat snel weer uit. Maar ja, hoe je het ook bent of keert, is het natuurlijk toch een eer om daartussen te mogen staan. Heb je pupil Kiki al gesproken? Nee, ik heb nog geen tijd gehad. Ik ben hier naartoe geloodst en die ligt ook nu al te slapen. Want morgenochtend 10 uur staan we weer op de baan. 10 tot 12, 1 tot 3. En dan zitten er weer 4 uurtjes training op. Ik kan me niet voorstellen dat ze geen pushberichtje of een appje heeft gekregen. Nee, maar zij weet wel dat op het moment dat ik begin te lullen, dat ze beter de televisie uit kan zetten. Want dat wil nog wel eens te lang duren. Maar hoe is het voor haar misschien enigszins de eer waar ze misschien naar zocht? Ze was niet genomineerd voor sportvrouw, maar haar trainer wel. En die wint hem nu ook. Zou dat iets voor haar doen? Nou ja, ik denk dat je voor het idee hierachter en het feit dat ik de prijs heb gewonnen, dat je bij de organisatie moet zijn. En natuurlijk is het voor de helft de sporters geweest. Kiki had hier geweest als ze genomineerd was, maar die vond het ook niet erg om een avondje op de bank te liggen. Want wij gaan over 5 dagen weer naar Australië en dan gaat het hele circus weer begonnen. Dus ze had daar voor de rest niet veel last van. Wat is hoofddoelstelling nummer 1 voor 2019? Hoofddoelstelling is dat Kiki zo door blijft werken op de manier zoals ze in 2018 gewerkt heeft. En dat is een beetje slap. Dan benoem je niet echt doelen. Maar als ik zeg dat zij er alles aan doet om meer te bereiken dan dat ze vorig jaar bereikt heeft. En hoger te komen op de wereldranglijst dan dat ze nu staat. Dan denk ik dat iedereen die doelen wel in kan vullen. Dankjewel. Mooie avond. Dankjewel.